Welkom bij deze horrorweek. We beginnen met de game Craven Manor. Ik ben heel benieuwd. Wat is dit? Normale spelversie. Je onderzoekt het landhuis met een gewone zaklamp. Wat is Nachtmerrie? Voor gevorderde spelers. Normaal. Ik weet nog niet wat het is. Craven Manor. Okay, people, let's go to work. En dit is de trial versie. Je kan dus ook het volledige spel kopen. Ik geloof voor 10 euro op Steam. Maar ik wil eigenlijk de demo doen om te kijken hoe het is. Dit is de gratis versie van Craven Manor. Oh, het ziet er best nog wel creepy uit dit. En best wel mooi qua grafisch. Oké, dit is de game. En ik zie hier een muntstuk. Hallo meneer de muntstuk. Een medaille met de letters KM. Oh. Mag ik niet zitten aan... Hallo, mag ik niet aan dit medaille zitten? Oh, het stormt buiten. Natuurlijk altijd zo'n creepy sfeer in huis, hè? En een popje. Hallo, meneer de pop. Hallo. Wat een leuk popje. Een voetstuk. Een griezelig bronzen standbeeld staat op het voetstuk. Inderdaad. Nou, superleuk. Ik zie daar een deur openstaan. En er zit ook een richtlijn of een soort geestenlijn die gaat naar die deur. Dus we gaan hier natuurlijk naar binnen. En wat is hier binnen? Een heel bibliotheek of iets? Oké, ik vind het goed. Dit geeft... Haard. De hitte reikt deze koude kamer niet. En het is niet geruststellend. Oké, nou dat maakt niet uit. Het huis hoort verlaten te zijn. Ondanks dat iemand heeft het vuur aangestoken. Oh jee, dat vind ik al minder. Iemand die het vuur aansteekt... is dus iemand hier in huis. Lijkt mij. Of het is zo'n automatisch... open haardje. Nou, er gebeurt niet veel hierin. Ik zie een paar boeken liggen. Wat is dit? Oh, wat moet ik hiermee doen? Oh, ik dacht dat iemand stond, joh. J moet ik openen. Ik heb een model gevonden van de wijnkelder. Het komt overeen met het model dat ik eerder heb gezien in de portiek. Deze gaan we dus meenemen naar het begin. Zo. Badam, 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 badam. Dat was niet zo moeilijk, denk ik. Wat was dat, joh? Oh, dit was dus niet goed dat we dit hebben opgepakt, denk ik. We brengen dit naar het voetstuk. Hierin. Klik en sleep om te verschuiven. Moet ik het verschuiven? Breng de andere modellen die je vindt naar de tafel om het landhuis nader te verzoeken. Ik ben eigenlijk een beetje een detective. Oh, zo. Holy, was dit de bedoeling? Ik denk dat dit de bedoeling is. Maar goed, een huis alsof die kamers alsof ik die zelf beheer. Moet ik weer terug daar in de kamer? Nou ja, ze zeggen het. De deur is wel op slot. Oh. ja, hier wil ik dan weer net niet in. Dan kunnen we nog een andere route. Ik vrees het ergste. Ik wil hier niet naar binnen. Echt serieus, ik wil hier niet gewoon naar binnen. Dit is vreselijk, wat loop je op de grond? Marmotten? Of wat zijn het? Geen lieve heersbeestjes, wat zit u nou te zeuren? Dat is geen lieve heersbeestjes. Dit zijn marmotjes. Of dit zijn kevers. Kever, we houden het op kevers. Oh, en ik vind het... Oh, crap. Ik vertrouw dit niet. Ik loop gewoon door en ik doe alsof er niks gebeurt. La la la. Wat een... Oh. Holy shit, jongens, dit is niet grappig. hou mijn hand vast, alsjeblieft. Er ligt bloed daar. Ik wil niet. een fles met rum. Oh, de kevers komen deze kant op. Dit is niet goed. Als kevers al bang zijn van iets... Ik ga er gewoon heen en er gebeurt... Er staat een pop. Hallo meneer de pop. Holy shit, die pop.
Zie je dat die paspop was gewoon kwaad? Ja, en nu? God, waar, get out. Ik wil best wel weggaan, maar... Waar moet ik heen dan? Ik kan daar niet heen, de doos staat kapot. Wat gebeurt er? Holy fuck, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Wat is er? Wat is er? Hendel, hendel. Ik weet niet waar we heen gaan, maar ik ren gewoon hierheen. We hebben een slaapkamermodel. Dat moeten we meenemen. Oké, we hebben het model. We lopen nu gewoon terug. En zonder dat wat gaat gebeuren, lopen we gewoon op ons gemakje. Rennen we gewoon eventjes terug naar de portiek. Waar dus alle stukjes liggen van het model. Loop ik rondjes? Ja, Vinci, loop rondjes. Is dat de bedoeling? Ik wil niet meer hier zijn. Ik ben moe. Ik kan niet meer rennen. Dus achter wat gebeurt? Naar boven. Deur dicht. Zo. Nou, dat viel allemaal mee. Alhoewel, de pop was niet helemaal blij met mij. Begreep ik. Slaapkamermodel. We kunnen hem draaien en als het goed is moet hij hier aan vastkomen. Nee. Hier aan vast. Nee. Hallo? Hoe moet dit? Zo. Juist. Nou, de slaapkamer is dus toegevoegd aan het portiek. En dat betekent dat we daar boven moeten zijn, want daar is de ingang van de slaapkamer, denk ik. Ik vind het wel creepy met die pop, joh. Hier stond toch vorige keer een pop of niet? Of is die nou ineens weg? Jongens. Die pop is weg. En ik... Dit is niet goed. Daar staat hij. Ik ga daar niet heen. Moet ik daarheen? Serieus? Moet ik daar... Ja, ik weet het. Thunderstruck. We denken aan AC/DC. Waar staat die pop? Die pop is ergens heen gegaan. Die pop achtervolgt mij. Dit is echt vreselijk. Hier staat hij in het klein. Kijk, als hij zo klein is, is het gewoon goed. Dan maakt het mij niet uit. Weer bloedspoor. Oh. Foto's. Shit. Ik zag daar toch een robotarm. Ik ga je weg. La 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 la. Niks aan de hand, niks aan de hand. Deur dicht natuurlijk. Smoel. Hallo Pop. Wat is er Pop? Is er wat aan de hand? Nee, er is niks aan de hand. Oh nee, shit. Blijf maar daar. Oh, blijf maar daar. Ik moet hem... Shit, weg. Die pop mag niks van me hebben en hij gaat me achtervolgen. Ik vertrouw het niet. Waar moet ik heen? Shit! Je stort in een vloer en alles wordt donker. Oh, die crap. Die pop. Oh, ik vind het niet fijn dit. Oh. Klote pop. Ik wist dat er iets mee was met paspoppen. Je moet ze nooit vertrouwen. Helemaal vanaf het begin? Was er wel een checkpoint? Nee, je kan niet menen dat ik helemaal vanaf het begin moet. Echt waar? Want er is natuurlijk te... Kan je het spel niet opslaan? Oh, het is een demo. Oh. Nou mensen, ik wil zeggen, kijk even een linkje in de beschrijving voor de demo. Of kijk even op Steam. Daar kan je de game downloaden en kopen voor 10 euro, geloof ik. Als je de game interesse hebt in deze rare pop die hier staat. Want hier gaat het volgens mij om. Beetje creepy. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video Craven Manor. Doei!